wat er gebeurde in de vorige aflevering. Roy, Henkie, draai je om, ik zie het al. Moet je kijken? Yes, ik bel u even met betrekking tot een zaakje dat mij is opgevallen. Het is mij opgevallen dat u een groot bedrag op uw rekening heeft gekregen. Een storting van 1500 euro. Cash hier, ik heb 1500 bij me. Ik ga het volledig voor inlossen. Spit het wel even, hè, met John-Peter. Ja, dat komt helemaal goed. Oké, fietsjes kopen. Oh, dat gaat helemaal niet. Fietsjes kopen. 1 euro per stuk? Kopen. Ik wil er 1500 hebben. Ik ga echt al in vandaag. Zo, bevestigen. Ja hoor, doet u mij maar 1500 fietsjes. Zo, ik heb er 1500 jongens, ik ben blut. We hebben er allebei 550. Oké, waar moeten we dat doen? Blackjacken. Niet hier. Table games. Ja. Jij bent hier al een keer geweest, Henkie. Jij zou moeten weten, maar dat ben ik alweer vergeten, joh. Ik kom zoveel plekken tegelijk. Jij bent echt overal en ergens. Ja, oké. Okay, nou jongens, ik vind het wel gezellig hoor. Als mannen even op pad, lekker gokken vandaag. Het is wel echt een mannendingetje. Ik wil dat John Peter het best voor gekleed is. Ja, ik heb een blouse aan. John Peter ziet eruit alsof hij een moeras gaat betreden. Maar we zijn niet toch echt in een casino. Nou, even kijken. Waar gaan we? Hierachter is het. Hierheen. Zo. Ja, mooi winnaar. Ah, mooi. Het ziet er inderdaad wel mooi uit, ja. Jezus. Kijk, hier gaan wij zitten als we zo meteen heel veel geld hebben gewonnen. Als die maat van... Hoe noem je? En laatste... die maat van mij, hè, Jack. Die stapte uit een bloedhete oven. Ik zeg, wat zie je, Black Jack? Roy, nog één overgrapjes maken, dat ligt me nog te gevoelig. Wat zeg je? Overgrapjes liggen me nog te gevoelig. Oké. Ik zal ze maar achterwege laten. Nou, allemaal gokautomaten. Oh, joh, kijk eens even. Zo, dit is vet, hè? Hier links ook heb je privékamertjes. Hier links en rechts. Privékamertjes? Ja, kijk. Dan moet je even kiezen wat jij wil. Heb je ook daar toevallig? Hier is alles wel heel erg wit, hè? Ja. Hier is alles weer heel erg donker. Ik vind dit meer vertrouwd. Ik ga wel hier zitten, ja? Even kijken. Zo. Hoppakee. Ik zit lekker hoor, jongens. Ga maar lekker zitten. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel spannend. Zo. Oh, ik ga weer opstaan. Dat was niet de bedoeling. We gaan weer opstaan. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. Ik ga weer zitten. Jongens. Ja, ik was even aan het zoeken naar de knop om het vast te leggen allemaal. Ik vind het altijd wel leuk, dit soort momenten. Even te vloggen. Even kijken. Oh, ja, ik heb het gevonden. Ga maar zitten, Henkie. Ga maar zitten. Ik zit. Inzet invoeren. Ik ga spelen met 25 euro. Zo. Kijk eens aan. Inzet bevestigen. Hoppakee. Ik heb 100 fiches ingezet. Ik vind het gek dat jij zo snel door je geld heen gaat, Henkie. Ja, maar kijk, nu win ik. Let maar op. Een 10. Een 10? Oh. Oh, ik heb een 7, jongens. Wat hebben jullie? Ik heb 10. Een 10. Dat dier heeft een aas. Ik heb 20. Heb je 20? Ja, ik doe dat zeker goed. Ja, dat is echt heel goed, ja. 9. Oké. Okay. Hebben jullie de bezwaar tegen als Willem aansluit? Willem sluit lekker aan, joh. Willem sluit aan, absoluut. Doe lekker mee. Doe lekker mee. Zo. 21, jongens. Hey, heb je 21? Hoe kun je dat dan weer voor elkaar? Ik wil graag een extra kaart. Kom maar door. 17. Nog één. Nou, Nog één. Vertrouw me. Oké, vooruit, ik vertrouw. Ik zou het normaal nooit doen. Ja, Henkie! Flip je. Ja, nou baal ik. Ja, ik ben dood. Ik heb een 10 erop gekregen. 27. Oh, maar hij heeft 19, dus heb je meer dan hij. Goed. Henkie, je doel. Nou snap ik hoe jouw geld zo snel opgaat hier. Je doel is dat je zo dicht mogelijk in de buurt komt van 21, hè? Dat begrijp je. Ja, maar ik had nu net hoger dan hij en ik heb 200 Ik ga even gewonnen. Opstaan, hoor. En vervolgens ga ik weer zitten. Goed zo, absoluut. Hoe doe je dat nou? Ja, ik was even boos. Ik was gefrustreerd. Ik dacht van, geniet even lekker de... Nou, je snapt wel wat ik wil zeggen, hè? Ja. Absoluut. Nou, daar gaan we weer. 500 fiches worden ingezet. Waarom doe je nou niet mee, Roy? Oh, doe ik niet mee? Nee, je was niet te laat, omdat je telkens opstaat. Ja, jeetje, man. Nou, ik ga wel even meekijken met jullie. Zo. Oh jee. 20 weer! 20? Hoeveel fiches heb je ingezet, Henkie? Ja, nu maar 50. Nu maar 50, ja. Ja. Net als ik helemaal 100 heb. Dat schiet ook niet op. Heb jij nou Blackjack? Nee. Ik kan er niet zo. Je hebt mij 500 euro ingezet. En je hebt 20, dat is toch heel goed? Nee, ik heb 16. Willem heeft 16. Oh, Willem, dat is niet best. Dat is. Dat je andere kaarten moet pakken. Ride or die. Willem! 19. Nee, dat is aardig goed, Willem. Hey, 13. Ja, dan moet ze door. Nou, jij gedaan. 16. Oh, 17. 17. Ja, dan moet je lang stoppen. Willem.
Heb jij ook gewonnen, Henkie? Ik heb ook gewonnen, Henkie. Ik heb hier gewonnen. Oké, jongens. Jongens, zal ik even helemaal gek gaan en 1000 inzetten? Zal ik het gewoon doen? Roy. Dan doe ik mee. Dan doen wij ook zoveel. Ik zet 1000 in. Inzet opvoeren. Dan gaan we, 600. Ja? 600. Ik zet dan 600 doet Willem in. Ook mee. Ik zet 1000 in. Dan gaan we. Oh. Ik zet 600 in. Bevestig. Ik heb 1000 chips ingezet, jongens. Of was het jij eens, John-Peter? Dit kan niet goed gaan. Oh, we zetten ook allemaal veel in, Roy. Oh, dit kan niet goed gaan. Hé, daar hebben we nog meer gasten. Hey. Morgen. Goed. Ja, zeker, met jou ook. Rickert. Oh nee. Gaat altijd fout. Ik help jullie wel. Wat ga ik krijgen? Een 6. Oh mijn god, dat is heel slecht. Dat is heel slecht, jongens. Machtig. Een 10. Willem. Lukt het Willem? Willem. En een 8 voor de dealer? Een 10? Ja, je krijgt een 8. Oh god. Oh, Willem heeft 1000 ingezet. Oh, 9. Ja. Oh, lekker hoor. Oké, dat is beter. Ik heb een 10. Dat is een stuk beter. Willem. Willem, doe het normaal! Ik heb een 10, ik ga er nog een pakken. 21. Oh, 14. Nog één. 14. Nee, nee, joh. Hoe vond je ingezet, denk je? 600. 600. Nee, joh. Ik heb 20. 20. Jongens, als ik... Nu moet ik ook winnen. Kom op. 9. 9 maakt 19. 19. Dat is goed, dat is goed. Stop. Ik stop. Ik stop. Ik hoef niet meer. Willem, ik stop. Als hij 18 pakt, dan nog gewoon. Kom. Oh, 15. Ja! Ja, te veel! Yes! We zijn rijk! 2000 euro! Ik kom maar een potje bij. Jongens, ja. Ja, zou ik helemaal gek gaan en gewoon 4000 inzetten nu? Ik ga 1200 inzetten. Of 2000 inzetten bedoel ik? Stop op je hoogtepunt. 2000, oké. Okay. Ik ga 2000 inzetten. 2000. Ik zet 1200 in. Ik ga 2000 inzetten. Willem, zet weer 1000 in. Oké, 2000 is ingezet, jongens. Daar gaan we. Jij eens, John-Peter. 1200. Ook 1200. Ik vind het heel spannend. 2000 chips, 2000 euro, jongens, heb ik ingezet. We zetten allemaal heel veel in, dit gaan we winnen. 2000 euro heb ik ingezet. Ik heb 10. Hoeveel heb jij ingezet, Henkie? 1200. Ik ook 1200. Nee, joh, hou op. Ik heb 10, oké. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Willem heeft ook een 10. Daar komt ie. Wat heeft die er een 8? Oh, ik heb 12. Dat is ook 12. Dat is best eng. Dat is eng. Dat is heel eng. Het 10 maakt! Oh mijn god. Het was 12, 13, 14, 15. Een 8! Willem! 8! Willem! Oké, 12, daar komt die Roy. Daar komt die. 21, 21. 15. Nog één! Nee joh. Ja ja. Nee, Henkie! Zoveel, yes! Nee, dat is niet goed. Je bent nu dood. Hè? Oh, ik ben ook dood. Oh god. 14, kaart of niet? Kaart of niet? Kaart! Ja. Right or die. Ja. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Een kaart. 200. Nee! 2000 euro door de neus! Oh, maar Willem. Willem gaat winnen. Gelijkspel! Fuck, Willem! Ja, dat is niet best, maat. Maar ik weet niet eens hoeveel chips ik over heb. Ik heb niet veel meer. Moet Willem wat sponsoren? Oh, nou Willem. Willem kan sponsoren. Hoe kan ik zien hoeveel chips ik heb? Ik probeer er wel 700 in te zetten. Heb ik dat? Oh, dat heb ik niet. Oh, sta maar op. Willem geeft u wat. Zo. 400 dan? Ja, ik heb er 400 ingezet. Hoeveel heb ik? Oké, jongens. Ja, ik ga mijn best doen. 400 euro. Een 3. Goed zo, in 3. Nu pak je een 7 en daarna pak je een aas. Komt-ie. 5. Oh, dan pak je nu een 7 en daarna een 8. Laat maar op, een 7 en een 8. Zoals Willem zou doen. Willem. Zet in. Willem. Klasse. Willem. Hoeveel is dit? Dit is 15. Nou, dat is een 6. Nou, dan stop ik gewoon. Nee, joh, nee. Dat is het dom. Maar nu gaat hij heeft een 6. Kijk, dat is zo hartstikke slim. En dan gaat ze een 6 pakken. Hier, 18. Ja, joh, hier bedoel ik! Super goed gespeeld! Willem! Oké, jongens. Goedavond, heren. Hoe gaat het hier? Het gaat goed, hoor. Alles kwijt. Willem doet weer mee met de pot. Inzet, ik doe wel 900 chips. Oeh, ik zet 100 in, mijn laatste 100. Ik heb genoeg. 800 dan. Gaat dat wel? Dat gaat wel. Ik heb 800 ingezet, jongens. 800. Ik heb 100 ingezet, mijn laatste 100. Als ik dit win, heb ik er 1600 euro, jongens. Dan denk ik dat ik maar gewoon moet stoppen met het casino. Ja, maar neem maar 100 euro winst. Een 10. Ja, dan hebben we 100 euro winst. Ja, oké. Als ik deze win, dan nog één keer. Ja, Henkie? Oké, dan nog één keer. Ja. Oké, die er heeft een 7. Oh, ik heb maar 13. Ik zal alles inzetten. Ik heb 12, dan kan ik wel nog een keertje, toch? Ja, dat kan wel. 18. Kan ik wel nog een keertje, toch? Nee, dat kan niet. 18. Oh, waarom zeiden jullie dat nou niet? Oh, nu ben ik het weer kwijt. 21! Yes!
21! Hoe? Absolute dominantie. Absolute dominantie, zeg dat. 14, niet 21. Niet 21. Goed zo, hij is kapot. Hij is kapot. Oké, ik ga één keer nog 1600 inzetten, jongens. Dat noemen ze alles of niets. Oké? Je kan het rooien. All or nothing. 2500 euro. 1600 euro inzetten. Daar gaan we. Ik heb het ingezet. 1600 chips. Als ik dit win, dan verdubbel ik mijn geld naar 3200. Hebben we heel veel winst. Als het mislukt, dan ga ik huilen. Want dan is alles op. Wat heb ik? Een 7. Een 7. En Willem heeft een... Een aas! Willem! Willem! Het ziet er positief uit voor me. Kan je nooit... 17 tegen een 8. Let op, ik pak nu een 10. Nee, 5000 euro. Nee, twee aasen. Twee aasen. Hoe ik ga stoppen. Ik heb 17 tegen een 8. Extra kaart, Willem, 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 20, Willem, absoluut Willem. Of heb je ingezet, Willem? Dealer, 2500 dealer euro. Heeft 10, dealer Helaas. Heeft 5, 15, 10. Overbied jezelf. Nee, nee! Willem is alles kwijt. Nee, 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 lukt wel. Ik stop, ik word beter als ik dronken ben. Ik ga even huilen. Ik wil heel snel weg. Ik wil heel snel weg hier. Jongens. Het enigste probleem is dat het gratis geld was. Ik wil net zeggen, het geld is nooit van mij geweest. Daar hou ik me dan maar aan vast. Ja, ik kan het wel goed proberen te praten, maar ik vind het echt verschrikkelijk. 1600 euro, uiteindelijk door de neus geboord. Hij kreeg ook gewoon 21, hè? Ik ga klagen bij de lobby. Dit kan niet. Ik ga klagen, dit kan niet, man. Dit is gewoon oplichterij. Dit is echt pure oplichterij. Het is zo, dit... Ik heb geholpen. Ja, dat was dan nog enigszins grappig. Meneer, ik wil even zeggen, ik ben zojuist opgelicht. Ik had 1600 chips. En nu heb ik niks meer. En dat komt allemaal... Hier, wacht trouwens. Ik ga nog even mijn fiches inlossen. Heb ik dat überhaupt nog? Hier, inleveren. Ik wil de 500 inleveren. Ja, lekker pu. Ja, ik wil 500 inleveren. Oh, hij zegt dat ik niet zoveel heb. Oh. Nou, meneer, dat is niet alsjeblieft waar. Alsjeblieft wat fiches hebben van u. Alsjeblieft. Ik kan ook nergens zien hoeveel fiches ik nog wel heb. Nou, volgens mij heb ik niks. Jongens, oh, we gaan weg. Er overvallen. Casino tot nooit meer weerziens. Want ik heb hier geen kloten gewonnen. Fuck dat. Nee, nou, misschien dat ik nog wel een keer terugkom. Nou ja, weet je inderdaad, John Peter. Je verwoordt het goed. Oh, we moeten daarheen. Je verwoordt het goed, John Peter. Dat geld was eigenlijk natuurlijk nooit van mij. Ja. Dus dat is dan maar het enige waardoor ik nog denk van, nou ja, oké. Maar ja, we hebben in principe niks verloren. Ik hoop nu alleen niet dat we het terug moeten betalen. Mooie auto. Dat we in de minst. Nou, inderdaad. Als dat nog gebeurt, dat de bank inderdaad mij opbelt en zegt, joh, stik erin. Hey, een lekker 7. Ja, mooie auto, hè. Vette bak, joh, hé. Zo. Ik vind deze even. Wauw. Als ik die toch ooit een keer zou kunnen kopen, hé. Zou echt super vet zijn. Ja, die van jou is wel mooi, Henkie. Ja, heel mooi. Ja, dat is waar. Nou, naar huis dan maar, denk ik. Of niet, mannen? Lekker weer eindelijk naar huis. Ja. Jongen. Laten we inderdaad maar naar huis gaan. Even genieten van het feit dat we het huis in ieder geval weer terug hebben. Dat is dan het enige positief wat ik wel nog kan noemen. Dit is Willem's auto, volgens mij. Willem! Hij is ook failliet, denk ik, of niet? Willem aan de kant. Wat een toeter heb jij. Tot de volgende keer, Willem! Tot ziens. Dag, Willem! Doeg. Dag, hoor! Ja, mooie toeter is het, hè? Nou, jongens, we kunnen wel doen alsof dit een geslaagde avond is. Maar het enige wat inderdaad top is, is dat we daar weer kunnen wonen bij jouw huis, Henkie. Ja. Maar verder is dit toch helemaal kut. Maar je hebt toch 500 euro gewonnen? Ik heb helemaal niks gewonnen, Henkie. Nou, toen je net wakker werd vandaag, hoeveel had je toen? Weet ik niet. Nou, minder dan nu. Ja, dat is wel zo. Ik heb wel nog wat geld over, dat is wel zo. Maar ja, ik had ook die 500 euro op mijn bank kunnen houden. En kunnen hopen dat de bank daar niks over ging zeggen. Weet je wat we met die 500 euro kunnen doen? Nou? Naar het casino! Wat een goed idee, zeg! Ja, dat zouden we echt een keer moeten doen. Dat zouden we echt een keer moeten doen. Goed, dat lijkt me echt leuk. Ja, dat lijkt me echt een... Voor de volgende keer, hè. Voor de volgende keer, inderdaad, Henkie. Mochten we weer uit het niets geld op onze bankrekening krijgen, dan is dat zeker weten een heel slecht idee. Nou. Want we hebben net alles verspild. Of hebben jullie nog geld over? Of is er bij jullie ook alles op? Nou, wij hadden bij ons was alles op. Ik heb toevallig wel nog wat gouden vishaken wat waard is, maar... Of we daar echt mee naar het casino kunnen, dat betwijfel ik. Gouden vishaken. Ja, dat betwijfel ik eerlijk gezegd ook of we daarmee ver gaan komen. Ja. Zo, het komt hij om de hoek gescheurd, joh. Dat is gek, hè. Maar Henkie, we gaan nu naar jouw huis, toch? Ja. Ja, top. Helemaal goed. Ah, dat komt helemaal goed, joh. Ja. Nou, ik heb het zo gemist naar huis. Al die drukke dagen, ik kan wel wat slaap gebruiken, hoor.
Nou, dat geldt voor mij ook. Laten we dat maar gewoon eventjes doen, jongens. Oh, je benzine is bijna op, Henk. Ja, ik merk het, maar... Ik zie het lampje branden op je dashboard. We zijn er al, joh. We zijn er al. Ja, gelukkig. Nou. Oei, wat een avond. Ik ga maar even flink uithuilen dat ik zojuist 1500 euro heb verbrast in het casino. Ja, met de geld. Ah, dat is heel goed. Maar we zijn wel weer gewoon thuis. Thuis, nou, dat vind ik lekker. Dat is dan wel weer fijn, hè? Jean-Peter, zou ik jou naar jouw slaapverblijf weer even toebrengen? Ja, is goed. Kom, dat was hier, zo, achter in de tuin. Zou ik anders een lekker teentje voor je opzetten? Ja, dat kan je zelf natuurlijk. Nou, heb je hier in je rugzak? Ja, ik pak die vuilniszak wel. Dat komt helemaal goed. Nou, Jean-Peter, mocht je dat kamperen zat zijn, kan je ook gewoon binnen slapen, hoor, op de bank of zo. Maar, Ik ga mee naar binnen, jongens. Ik wilde net zeggen, leef je uit, maar jij bent geen echte scouter, hoor, Kal, want je probeert het niet eens, het kamperen. Ja, maar kijk, er zijn niet echt sterren aan de hemel. Ik snap het op zich wel. Nee, inderdaad. Er valt niet echt veel te kijken. Hé, hey, jongens, stil eens. Nou, ik dacht, er komt een poepie aan, maar nee, helaas. Waar is hij dan? Ja, het was een stille killer, denk ik. Hoi! Ja, wat? Is er? Ja, er kwam iemand voorbij rijden. Ik dacht, is dat poepie? Nee, ik dacht, ik laat een scheet, Henkie, maar die kwam maar niet. Oh, nee. Ja, nee. Wat een gek meest toch ook. Nou jongens, ik ga even heel hard huilen op mijn nest. Ik ga slapen, want ik ben fucked up. We hebben beseft dat er zojuist gewoon 1500 euro. En jij nog, nou ja, jij mag trouwens niet balen, want jij hebt gewoon 1000 euro gevonden op straat. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, okay. Maar ik mag wel eventjes balen. Ik ga naar mijn nest. Zoek het uit. Dag, slaap lekker jongens. Doei joh. Oh. Echt waar jongens, niet te geloven dat dit zojuist is gebeurd. Gewoon verbrast dat geld. Weg. Gewoon echt letterlijk weg. Ja jongens, dat casinoavontuur is helaas niet zo heel erg goed afgelopen. Dus dat wordt gewoon weer op zoek gaan naar een nieuwe baan. Dat ga je zien in de volgende video.